Van harte goeiedag kijkers en welkom bij deze aflevering van ATV COVID-19 Update. Het dagelijkse programma waarbij wij dus inzichten brengen en natuurlijk updates geven over de COVID-19 pandemie die wereldwijd regeert, moeten we zeggen, en ook in Suriname heel significant aanwezig is. Kijken we naar de statistieken op de COVID-website, dan zien we het volgende. Het aantal positief geteste mensen is 634, daarvan zijn er 408 genezen. Overleden zijn 16 personen, dat is natuurlijk geen goed teken. Gisteren zijn er weer 2 mensen overleden, 2 mensen op 1 dag, brengt het totaal op 16. Op de intensive care liggen er nu 6 personen en er zijn 225 mensen in quarantaine. Dat is de stand van zaken en let wel, dat is de stand van zaken van morgen. In de loop van de dag kunnen deze cijfers natuurlijk gaan veranderen. In ons programma hebben we elke dag iemand die vanuit zijn of haar perspectief kijkt naar deze hele COVID-pandemie en zeker het gedeelte hier in Suriname. Als we zien welke sectoren zwaar getroffen zijn, dan moeten we het onderwijs noemen. Het onderwijs is stilgelegd, een aantal weken terug. Er is flink gebrainstormd over hoe dat verder moet. Er zijn nieuwe dingen geweest, er is afstandsonderwijs geweest. Maar besloten is dat de examens gewoon verder gaan. En dat voor de examenkandidaten, de examenleerlingen, in elk geval vanaf eergisteren, 6 juli, er weer fysiek onderwijs gegeven zal worden. We hebben vandaag als gast in onze studio mevrouw Hortense Promes. Zij is de directeur van het SPI. De kweekschool, zoals we dat kennen. Mevrouw Promes, van harte welkom in ons programma. Dank u wel. Laat me beginnen met een hele persoonlijke vraag. En dat is COVID-19, coronacrisis, heel nieuw voor iedereen. In Suriname hebben we in het begin voor 13 maart beelden op de televisie gezien. Leken ver van mijn bedshow en toen ineens de eerste positief geteste. We zijn nu een aantal maanden verder met een heleboel ontwikkelingen. Als persoon, Hoe blikt u terug op deze COVID-maanden? Ja, het voelde aan als een desaster. Ramp. Heel wat emoties kwamen dus daarbij aan te pas. Omdat je ergens je evenwicht kwijtraakte. Je werd dus afgesneden van de normale gang van zaken van elke dag. En je moest daarin je evenwicht gaan vinden. En dat kon soms toch wel erg stressig zijn. Maar het is gelukt om vooral na die eerste lockdown, toen die kwam, toen was het echt fighten daarmee. Je was een bepaalde trend gewend, een bepaalde gang van zaken had je in je levensstijl. En daar moest dus een ommekeer in komen. Maar bij de tweede lockdown, tijdens de tweede lockdown, toen kon ik mijn balans vinden in het geheel. En ja, toen ging het zijn gangetje. Oké, en een van de belangrijkste maatregelen die vanaf het begin getroffen is, is zeker het afstand bewaren. En dan komen we meteen op uw gebied, onderwijs. Daar zitten kinderen in een klas, 20, 25, 30, soms 35 kinderen in één lokaal, heel dicht op elkaar. Dus al gauw werd het besluit genomen, we sluiten de scholen. Hoe kwam dat als directeur van het SPI op u over? Ja, als een plotseling een klap van we sluiten de school. Ja, en je vroeg je toen af van oké, moet dat nu? Waarom? Kunnen we nog niet even er tegenaan kijken? Maar goed. Had u het idee dat het te vroeg kwam? Of kijkt u nu en zegt u het is goed dat we het gedaan hebben? Nee, ik had wel het idee dat het te vroeg kwam. Oké. Omdat we zaten op 0 of 1. En ik vond niet dat het al nodig was om toen al de scholen te sluiten. Mm-hmm. Ik was de mening toegedaan dat we even de kat uit de boom moesten kijken. Van oké. En daarna tot een grotere maatregel overgaan, zoals het sluiten van de scholen. Oké, maar dat besluit is genomen. En toen kwam het, wat doe je? Je kan niet zeggen, het is een verloren schooljaar. Dus er moesten nieuwe dingen komen. Voor iedereen was het nieuw. Voor de leerlingen, voor de leerkrachten, voor het ministerie van Onderwijs. En toen kwam ineens afstandsonderwijs. De leerkrachten zijn niet zeg maar getraind in het geven van afstandsonderwijs. Het was echt aanpassen. Hoe is het geweest bij u op school met het geven van afstandsonderwijs? Laat me dit alvast aangeven dat het SPI in dit schooljaar zit in haar feestjaar. Want het SPI bestaat dus 1 oktober 2020. Nou, alvast gefeliciteerd. 40 jaar. Dus het hele programma van de school was daarop afgestemd. En we zijn dus gestart in oktober met een onderwijscongres.
waarbij een van de onderwerpen was het digitaal onderwijs in Suriname. En omdat wij dus onderwijsgevende opleiden voor het basisonderwijs, hadden we dat tot een van onze minpoints gemaakt. Okay. Dus we hadden in oktober al een hele mooie setting daarover, over het digitaal onderwijs. 2 jaar geleden ben ik aangestart met het implementeren van digitaal onderwijs in het curriculum. Om de mensen te motiveren om zoveel mogelijk tijdens hun lesgeven de digitale mogelijkheden mee te nemen. Dus er was een goede samenwerking op gang gebracht met de sectie die belast is met ICT-onderwijs op het instituut. Toen dit nu kwam, was het niet zo'n grote overschakeling, moet ik zeggen. We hebben het geheel wel even aangekeken van oké, hoe moet je verder? Maar terwijl we nog zo bezig waren te brainstormen over hoe verder binnen directieverband, kwam dus een groep van leraren al van hey, we willen aan de slag met Zoom. Ik ben toen het geheel gaan structureren op directieniveau en we hebben toen het geheel team, het lerarenteam, trainingen aangeboden en die zijn dus allemaal verzorgd door onze ICT'ers. Oké, dus jullie, het is eigenlijk in praktijk zetten waar jullie een beetje op voorbereiden. Precies, juist. We waren eigenlijk al op dat spoor. Okay. Waardoor het niet zoveel moeite heeft gekost om de leraren zo ver te krijgen. Wat men dus moest doen, het was wel even wennen om nu wat meer digitaal onderwijs aan te bieden dan fysiek onderwijs. Die balans moesten ze dus vinden. Maar het is vrij goed gelukt. Goed, dat is vanuit het gezichtspunt van de leerkrachten. Van de leerkrachten. Aan de andere kant heb je de leerlingen en er kwamen ineens heel veel kritieken over om digitaal onderwijs te volgen. Afstandsonderwijs heb je in elk geval op zijn minst een smartphone nodig of een laptop of een computer en internet. Ja. Wat was de grote uitdaging voor de leerlingen? Bent u daarmee geconfronteerd geraakt? Ja, natuurlijk, want je hebt sowieso groepen van leerlingen die niet beschikten over adequaat internetmogelijkheden, maar ook leraren. Wij zijn ertoe overgegaan om de ruimte, de ICT-ruimte op het instituut, ter beschikking te stellen van kijk, als je van huis uit problemen hebt met internetmogelijkheden, maak dan een afspraak en dan mag je dus gebruik maken van de mogelijkheden van de school. En we hebben dus de leraren geïnstrueerd, gemotiveerd. Dat was voor leerlingen? Ja, dus. Voor leerlingen. Okay. Om die leerlingen naar hun mogelijkheden zo goed mogelijk tegemoet te komen. Mm-hmm. Dus niet alleen maar bijvoorbeeld via Zoom of Google Classroom. Maar ook gewoon via een sms of een berichtje sturen met de leerstof. Noem maar op, al wat mogelijk was. Mm-hmm. En als u nu erop terugkijkt, heeft het gevoel dat het goed gegaan is? Overal wel, omdat vooral voor onze examenleerjaren was het dus heel erg belangrijk. We zaten dus net op het moment van de afronding bijvoorbeeld van onze SO's. En de studenten zouden nog hun mondelingen SO's moeten afhandelen. En 95% van de studenten heeft dus digitaal hun SO, hun mondelingen SO's. Dat is een behoorlijk percentage. Ja, klopt. Dus wat dat betreft mogen we best wel tevreden zijn en aangeven dat ook de studenten hun uiterste best hebben gedaan. Mm-hmm. Wat we wel merken is dat, zeker in de lagere leerjaren, studenten soms wel even plannen bij welk vak ze wel mee willen doen wanneer het gaat om online onderwijs. Misschien moeten we onderzoeken waaraan dat ligt of ze bekijken hun internetmogelijkheden of de waarde die nog ter beschikking is. Of eigen verantwoordelijkheid. Precies, om te plannen van ik ga nu meedoen, dan niet, dan wel weer. Dus dat is een onderzoekje waard. Mm-hmm. Over de examenleerlingen, daar gaan we zo meteen over praten. Maar ja, als we praten over de lagere klassen, die worden dus beoordeeld op zeg maar 2 kwartalen. En die moesten wel. Nee. Bij jullie is het anders. Wij hè? Zijn een beroepsgerichte opleiding. Okay. En wij werken met perioden. Oké. Okay. Ja, dus je hebt 4 afgesloten perioden. Mm-hmm. En
In plaats van 4 perioden worden dus de studenten beoordeeld op 3 perioden. Waar er wordt gewerkt met kwartalen, 3 kwartalen gaat men naar 2, maar wij werken met 4 perioden. Okay. In plaats van 4 worden ze dan beoordeeld op basis van 3. Ja, en zeg maar het gedeelte van de 3e periode is gevallen in die COVID-periode. In de COVID-periode. Is het met de lagere klasse ook gelukt om aan de leerlingen een cijfer te geven? Ja, voor het overgrote deel is het vrij goed gelukt tot nu toe. We hebben dus in de COVID-periode rapportvergadering 2 gehouden, dus de tweede rapportvergadering. En daar hebben we dus feedback gevraagd van de leraren, van hoe lukt het om de studenten te bereiken. Dus in elk geval hebben ze een rapport gehad, tweede periode. Er is er nog derde periode. En we hebben dus aangegeven waar er probleemsituaties waren van oké, probeer het nogmaals. Kijk wanneer het voor hun de beste mogelijkheid is om ze te bereiken. En tot zover, natuurlijk loopt het niet 100% zoals je dat zou willen. Maar overal mogen we toch wel zeggen dat we straks over kunnen gaan tot de bekrachtiging van de cijfers van de 3e, 4e periode die worden samengenomen. En daarmee ook de overgang kunnen bepalen van de studenten. Hoe belangrijk is het dat dit gedaan is kunnen worden door het ministerie, door uw leerkrachten, door de leerlingen, dat ze in elk geval 3 van de 4 perioden hebben kunnen afronden? Sowieso is het van belang, omdat voor de doorstroming. Want we kunnen niet zeggen dat je alles meeneemt naar het volgend leerjaar. Want daar heb je ook een aantal limieten, toch? Dus je hebt ook een beperkte tijdbestek om zaken uit te voeren. Dus ik vind het toch wel belangrijk om de waarde of het niveau van de student niet naar beneden te halen. Dat het toch wel belangrijk is voor, weet je, zelfesteem van, ik heb het verdiend. Mm-hmm. Dat is toch wel belangrijk. En daar kwam in eerste instantie veel kritiek vanuit het veld, vanuit de leerlingen en de leerkrachten, maar het was voor iedereen een nieuwe situatie. Heeft u nu de indruk dat iedereen kijkt van, het is een gezamenlijke vijand, we gaan hem bestrijden? Ja, sowieso. Ik geloof wel dat men zich ervan bewust is dat het een gezamenlijke vijand is. Maar toch nog komt een stukje leiderschap aan de orde in dit soort situaties. Want hoewel mensen misschien willing zijn, hebben ze toch nog de neiging om een afwachtende houding aan te nemen. Dus als leider van het geheel moet jij zelf wel aan de slag om de mensen wakker te houden. Om die motivatie erin te houden. En dat hebben wij zoveel mogelijk proberen te doen. Steeds weer voices gestuurd voor ze om van mensen berichten via de app. Om ze te stimuleren om aan de slag te blijven. En het was dus geen vakantie voor jullie? Nee, het was geen vakantie. Totaal niet. Ik geloof dat we zelf harder hebben moeten werken. Want het is een andere werkvorm. Ja. Een nieuwe werkvorm, kan je zeggen. Want het werd wel toegepast als hulpmiddel. Maar nu was het middel geworden. Ja. Dus het eiste sowieso een andere voorbereiding. En je hoort ook de mening van studenten over de manier zoals zij dat hebben ervaren. Waar leraren niet goed voorbereid waren, daar is het ook wel misgegaan. Toch? Horen die dingen. Maar overal geloof ik dat het voor iedereen een uitdaging is geweest. Een uitdaging die ze zo goed mogelijk hebben proberen uit te voeren. En toen kwam die andere uitdaging, de examenklassen. Er was besloten dat eergisteren, 6 juli, er fysiek onderwijs gegeven zou worden voor de examenklassen. En dat vereiste natuurlijk een aantal voorbereidingen. Wat heeft het SPI gedaan om de school, de leraren en de leerlingen ready te maken voor die 6 juli? Er was al eerder een opstartperiode aangegeven. En we hebben dus aan de hand van alle COVID-regels die zijn aangegeven, de voorbereidingen gepland. En ik ben als leider op dat instituut als persoon een teamplayer. Ik hou ervan om mensen erbij te betrekken.
Dus ik heb toen tijdens de vergadering een COVID-team samengesteld. Een COVID-team voor het SPI. Okay. Ik heb gevraagd, ik heb aangegeven, mensen, ik heb dringend hulp nodig. Het is nogal een groot instituut. En ik bedoel, je bent toch niet de enige daar. Er zijn bijna 155 leraren. Wow. En die kunnen er allemaal ook iets van. Dus ik heb toen een oproep geplaatst en vrijwilligers. En dan is een groep komen opdagen en we hebben met ze gesproken van kijk, dit is wat er moet gebeuren, daaraan moeten we ons houden. Kunnen jullie dat helpen uitzetten? Nou, en toen was het daar. En het is goed gegaan, de eerste dag, maandag. We hebben dus nogal wat de feedback gehad van andere leraren. Dat ze zich veilig hebben gevoeld. Er was rust, ze hebben de orde gemerkt. En dat dankzij ook de inzet van mijn speciaal CT-team, SPI. Mm-hmm. Ja. Mooi, het is, en natuurlijk het stukje van veiligheid is erg belangrijk. Ja, sowieso. Wat waren de belangrijkste fysieke aanpassingen op school die jullie gepleegd hebben? Fysieke aanpassingen, laat maar zeggen wat betreft de examenleerjaren. Gelukkig is het een groot complex. Dus we hebben de klassen gedeeld, gesplitst in twee. Dat wil zeggen, ik heb 17 examenklassen, ik had dus 34 lokalen nodig. Mm-hmm. En we hebben het meubilair eigenlijk aangepast aan het aantal studenten, 10 per klas. We moesten natuurlijk gaan zorgen voor beleiding, de looprichting aangeven. Ja, dat waren de posters natuurlijk. Dat was ook gedaan, dat was ook gedaan. Ja. Maar het team was daar, dus ze hebben allemaal meegeholpen om dat te realiseren. En gaan we terug naar maandag 6 juli. Is natuurlijk, iedereen heeft de verwachting, iedereen heeft de hoop, maar de praktijk kan soms anders uitwijzen. Toen de eerste leerlingen daar binnenkwamen, wat was de procedure? Ja, de procedure was een binnenkomen, je wordt gemeten, de temperatuur gemeten. En we hadden dus... Om het ene lokaal, de ontsmettingsmiddelen. De studenten wisten van tevoren, want dat hadden ze via de app doorgekregen, waar ze zouden zitten. Mm-hmm. Dus niemand hoefde te lopen zoeken naar een lokaal. Je wist, je kende gewoon vooraf je locatie. Waardoor dat heel erg ordelijk heeft gewerkt voor de klas. Oh ja, ik had dus ook surveillanten. Ik heb ook surveillanten aangesteld. Een groep van leraren die elke dag komt om na te gaan dat de studenten zich houden aan de regels. Dus zij lopen op en neer en ze zitten dus bij de gangen zo om na te gaan dat de regels op de juiste manier worden opgevolgd. Dus dat is ook een van de dingen, behalve het team zelf, hebben we dus ook gewoon een surveillance rooster opgemaakt. Zodat je de hele dag door toch wel mensen hebt die een oogje in het zeil houden. Mm-hmm. Dus bij de poort binnenkomen, we hebben nu een tent laten plaatsen, temperatuur opmeten en dan volgt de rest. Mm-hmm. En als ik zo luister, is het vrij smooth gegaan. Maar zijn er toch nog dingen waarvan u denkt van hier moeten we een beetje aanpassen, hier kan het een beetje beter? Natuurlijk wil je het steeds beter doen. Ik heb dus nog niet echt met het team geëvalueerd. We zijn maandag gestart en er is ook een speciale appgroep voor dat team. Dus via de app hebben we een aantal zaken aangegeven. Oké, misschien moeten we beter hierop letten, misschien moeten we beter daarop letten. Dus je bent eigenlijk steeds bezig bij te stellen. Maar ik mag zeker zeggen dat het voor 80% echt goed gestart is. Mm-hmm. Doe niet aan stelleren, maar je moet die mensen Geef ze de credits. Geven. Ja. De credits, ja, die zetten komen. Klopt. We zijn nu het is vandaag woensdag, het is de derde dag. Het is de voorbereiding naar het examen toe. Hoe kijkt u tegen die examens aan? Goed, positief. U denkt wel dat de leerlingen voldoende stof krijgen om gereed te zijn voor het examen? Ja, dus in feite waren we qua het programma al heel goed op schema. We hadden dus de tweede SO's bijna afgerond. En de studenten zouden zich dan gaan richten, wat het theoretisch deel betreft, op de examens. Dus deze twee weken worden dan gebruikt voor een stukje refreshment. Zodat ze de 20e kunnen starten met de examens. Mm-hmm.
Maandag was de opkomst van de studenten dus heel goed. Ook leraren zijn geweest omdat we een aangepast rooster hebben. Dat was dus ook een van de zaken die verwerkt moest worden, een aangepast rooster. Zodat ze er zijn van 7 tot 11:15 elke dag. En ja, het was een grote drukte. In die zin van met de examenleerjaren, leraren die ook hun roosters kwamen afhalen. Goede opkomst en ik geloof dus dat ze allemaal ook nieuwsgierig waren en wat wordt het, ja. Waar gaat het naartoe? Dus een van de dagen, ik denk vrijdag, zullen we met de examenklas een soort infodag hebben. Waarbij we ze het pad dat voor ze ligt zullen uitleggen van kijk mensen, dit is wat er nu zal gaan gebeuren. Zodat ze het ook begrijpen. Mm-hmm. Want ze horen hier, daar, zaken worden verteld. Maar vanuit de directie gaan we ze het goed uitleggen, zodat ze het ook begrijpen. En dan geloof ik wel dat ze ready zijn voor het examen. Ja. En het SP is een pedagogisch instituut. De leerlingen worden klaargemaakt, studenten worden klaargemaakt om les te gaan geven. Dat betekent dat je in principe ook nog beoordeeld zou moeten worden op het lesgeven. Klopt. Praktijk dus. Hoe gaat dan dat in zijn werk? Ja, omdat we dat dus hoog in het vaandel dragen. Want wanneer je luistert zo in de samenleving, dan heeft het altijd over die onderwijsgevende. En over de kwaliteit van ons onderwijs. En als professional draag ik dat hoog in het vaandel. Dus wij hebben gezegd, weet je, de theoretische zaken worden nu afgerond. Omdat we voor de examens met betrekking tot de stage het basisonderwijs nodig hebben. Dat is eigenlijk de ziel van die opleiding. Dus je kunt geen diploma afgeven zonder dat die student op een adequate manier de stage heeft doorlopen. Dus de examens voor de stage, die worden bij de start van het nieuwe schooljaar, wanneer het basisonderwijs ter beschikking is, direct afgenomen. Oh, dus niet dat het wegvalt? Nee. Die mensen gaan ruzie met me krijgen. Oké. Okay. Mevrouw Promes, we zijn bijna aan het eind. Als u vooruitblikt, COVID is gekomen, COVID gaat niet meer weg. Er is een manier bedacht, tezamen met het totale onderwijsveld, om les te geven in de zin van afstandsonderwijs. Dat zal misschien wel veranderen over het algemeen, maar als u vooruit moet blikken voor de scholen in het algemeen, wat denkt u met betrekking tot het onderwijs en eventueel het feit dat COVID niet meer verdwijnt? Ja, het feit dat er is zoveel dat niet meer is verdwenen en COVID komt er nu bij. Het enige dat erbij komt is dat deze situatie rechtstreeks invloed heeft op ons beroep. Op de manier zoals we ons beroep uitvoeren. Dus ergens, moet ik zeggen, van, er zijn mensen die vasthouden aan oude patronen. Maar deze situatie is van jou een innovatieve houding. Dus ik wil mensen alleen maar aanmoedigen, bemoedigen, durf los te laten. En stel je open om te leren. Het is niet zo moeilijk zoals ze denken, want soms is er een bepaalde vrees van ik kan het niet. Blijf in je comfortzone. Juist. Maar ik weet, ik heb tijdens een van de vergaderingen, zo'n 2-3 jaar geleden, aan mijn leraren een quote meegegeven. Comfort is de vijand van je ontwikkeling. Als je dus merkt van je bent allang in je comfortzone, dan ben je eigenlijk vijand van je eigen ontwikkeling. Laat dus die comfortzone los. Die authentieke manier van lesgeven wordt dus nu flink geschud. Durf om het te combineren met de digitale mogelijkheden. Want eigenlijk worden die al lang aangeboden. Want wat we hebben gemerkt is dat de studenten die mogelijkheden leren binnen het instituut. Maar wanneer ze stappen in het regulier onderwijs. Binnen de werksfeer, dan laten ze los wat ze hebben geleerd. Maar nu wordt het heel fel gedwongen om dat wat ze eens hebben geleerd, nu daadwerkelijk te gaan toepassen. Het is niet moeilijk, dus durf. En dan komt het goed.
Nou, prachtige manier om af te sluiten, mevrouw Promes. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage. Veel succes met uw school en veel succes met het onderwijs verder. Dank u wel. Nou, heel mooi. Stap uit je comfortzone. Want blijven in je comfortzone betekent dat je eigen ontwikkeling tegengaat. Dat lijkt me een hele mooie quote. Niet alleen maar voor het onderwijs, maar dat geldt gewoon over het algemeen. Hiermee zijn we gekomen aan het eind van dit programma. Nogmaals, denk aan de COVID-maatregelen. Sla ze niet in de wind. We hebben gisteren 2 doden gehad. Dat is flink veel. We zitten nu op de 634 besmette personen. Dat is ook erg veel. Niemand had dat kunnen bevroeden enkele maanden terug. Dus het ligt aan ons, onze eigen verantwoordelijkheid, om dat in eigen hand te nemen en ervoor te zorgen dat we hem een beetje onder controle krijgen. Bedankt voor uw aandacht en graag tot morgen.